Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog van Fysiomaaike op dit leuke YouTube kanaal. Ik zie dat er een hoop abonnees bij zijn, onwijs leuk, van harte welkom. En heb je een vraag, een opmerking, wil je advies? Laat het altijd weten in een reactie onder een vlog. En dan ga ik daar natuurlijk op in, kun je ook allemaal terugkijken bij andere vlogs. Dus doe dat zeker. En onwijs leuk, leuk dat je weer kijkt. We gaan het vandaag hebben in deze vlog 137. 137, het is alweer maandag 26 april. Morgen Koningsdag, nou ja, dat wordt niet heel veel spannend natuurlijk. Maar goed, hè? Morgen Koningsdag, vandaag is 26 april. En we gaan het vandaag hebben over het actief of passief achterwaarts en of ook voorwaarts buigen bij rugklachten. Dit kan namelijk heel erg helpen, maar heel veel mensen weten niet hoe ze dat moeten doen. Nou, eerst een stukje uitleg over actief en over passief. Nou, wanneer ik als fysiotherapeut mensen nieuw heb en daar doe ik een onderzoek bij, hè, die hebben een screening, intake onderzoek noemen we dat, en een behandeling natuurlijk, dan start ik altijd met alles onderzoeken en dan doe ik de APK-methode. En dat is actief, passief en kracht. Ik wil namelijk weten... Ik heb natuurlijk een bepaald schema in mijn hoofd. Ik stel een bepaalde vraag. Oké, dan kan dat niet zijn. Dan kan dat wel zijn. Dan stel ik dus die vraag. Oké, dat kan dat wel zijn, dat niet zijn. Dat heet het klinisch redeneren, zeg maar. Erin gestampt op school. Dus dat gaat altijd in mijn hoofd aan de gang. En soms dan dwaal ik een beetje af. Dat denkt dan de patiënt, maar dan ben ik gewoon aan het klinisch redeneren. Dat is altijd heel grappig. Dan denkt iemand dat ik er niet bij ben, maar dat ben ik wel. Maar dan ben ik gewoon aan het doorvragen. Het klinisch redeneren en wat ik dan ga doen in mijn onderzoek is dus die actief, die passief en die kracht aan de hand van mijn klinisch redenatieproces. Dus actief is natuurlijk dat de spier zelf actief de beweging doet, dus even in het geval van een biceps. Dan vraag ik dus aan die persoon, nou, maak een bicep, hè? Dus ga helemaal laag en weer helemaal hoog. Oké, heb je dan last van je elleboog of een schouder of nou, ligt aan de klacht natuurlijk. Dan zegt diegene, ja, best wel heel erg last. Oké, dan ga ik het passief doen. Dan doet de patiënt, die persoon, die doet dus niks. En ik, als behandelaar, doe dus passief de beweging. Hè, dus in dit geval, die patiënt doet niks en ik doe dit. Heb je dan last? Nee, dan heb ik niet last. Oké, dan zou het dus kunnen duiden op een spierprobleem. Want bij actief span je spier aan en bij passief niet. Nou, dan gaan we naar kracht. De APK-methode, dan vraag ik, maak een hoek 90 graden, zet ik mijn hand hier en dan zeg ik, lever maar kracht. Probeer maar deze beweging te maken, maar ik houd tegen. Heb je dan last, bijvoorbeeld? Ja, dan heb ik ook heel veel last. Nou ja, dan zou het dus ook een spierprobleem kunnen zijn. Maar dat even allemaal terzijde, dat is dus de APK-methode. Maar zelf kun je dus, bij bijvoorbeeld rugklachten, ook heel erg goed zelf gebruik maken van die actief en die passief. In dit geval van het buigen. Achterwaarts en of voorwaarts. Vaak is het zo dat je als je een rugklacht hebt hier onderin, dan is het juist heel erg fijn om dit te doen, of het is juist mega fijn om dit te doen. He, dus of je kunt juist heel erg prettig het bekken vooroverkantelen met het maken van een holle onderrug, of we hebben altijd al een holle onderrug, dus nu versterk je hem. Of je vindt het juist heel erg prettig om het bekken achterover te kantelen, waardoor je de holle onderrug wat afvlakt. Dat kan ook. Dus wat holler maken. Eigenlijk bij de ene maak je meer ruimte en bij de andere comprimeer je het wat meer. He, dat is eigenlijk een beetje het verschil. Nou, op het moment dat je dus dit doet, dan is dat dus actief. He, want je spieren moeten zelf naar achteren gaan. En op het moment dat je dus dit doet, is het ook actief. Je doet zelf, de spier doet zelf de beweging. Nou, kan lekker zijn om te doen, dus doe dat ook zeker. Sowieso, überhaupt het bekken kantelen is hartstikke belangrijk bij rugklachten. Zie ook mijn vorige vlogs en blogs. Ik pretendeer daar echt voor dat je heel veel vaak het bekken moet kantelen. Staand, in zittend, in rugliggen, in buikliggen, etc. Doen bij rugklachten. Maar dat kan dus ook met ten aanzien van het achterwaarts en dus het voorwaarts. Passief, hoe moet je dat nou passief doen? Nou, passief betekent eigenlijk dat je het dus niet zelf actief met je spieren doet. Dus dat je iets nodig hebt om het te doen. Zoals bijvoorbeeld iets van dit.
Hè, een soort bolster noemen ze het ook wel bij de yoga. Deze is alleen heel erg zacht. Bolster is wat harder. En op het moment dat je dus passief achterwaarts wil buigen, dan zou het mooi zijn als je een beetje zoiets hebt, wat ik dus heb hier, dit. En dan ga je eigenlijk dus hangen. Dus je kan het ook zonder deze doen. Maar goed, dat hebben jullie allemaal thuis. En dan ga je dus hier erop liggen. Want je wil natuurlijk naar achteren, dus je moet niet te ver op de bank liggen. En dan kun je naar achteren passief buigen. Achterwaarts buigen. Dat kan dus ook. Dit is dus passief, want ik doe niks. Ik ben ondersteund. Ik ben zelf niet actief bezig. Dat kan natuurlijk ook voorwaarts. Goed, een beetje naar de voorkant gaan liggen zo. En dan voorwaarts naar voren buigen. En dit is dus passief. Hè, dit omhoog komen is niet passief hoor. Dat is actief. Nou, heb je dit nou niet? Nou, dat kan ik me voorstellen. Pak dan iets ronds, iets groots. Mag ook best wel een heleboel kussens zijn. En ook dan kun je dus hem bij het bekken leggen. Of juist wat hoger. Kijk even wat jij prettig vindt. Want niet iedereen heeft dezelfde klacht. Kun je hem juist hier leggen. En dan kun je dus passief naar achteren leunen. Nu doe ik niks. Houd het ook even, kan ook voorwaarts natuurlijk. Houd het ook even vast. 20 seconden, 30 seconden. Maar houd het even vast en dan adem je in. En dan blaas je uit. En dan zak je passief echt helemaal weg in dit geval de bolster of iets anders. Het kan ook een foamroller zijn. Ik heb hier nog een foamrollertje liggen. Deze kun je ook doen. Is wat harder. Dus ja, ligt ook weer aan de persoon. Hoeveel last heb je? Hoeveel klachten heb je? En dat kan dus ook naar achteren toe. Ja, dus je legt je lekker neer. Of hier bovenin. Of juist een beetje onderin. En dat kan heel erg verlichtend zijn bij rugproblematiek. Dus doe dat ook zeker. Dus, resume. Buig actief of passief. Achterwaarts of voorwaarts bij rugklachten. Om lengte te creëren of juist om ruimte eigenlijk te maken in dat onderste gedeelte van die lumbale wervels. Hè? Die lage lendenwervels die al hol zijn. Dus soms is juist hol heel erg lekker. Dat wordt vaak door de meeste mensen gezegd. Maar soms kan ook bol heel erg lekker zijn. En dat kan dus actief of passief. Nou, dit was de vlog voor deze week. Ik hoop dat je hem interessant en leuk vond. Doe dan een duim omhoog hieronder. Heb je een reactie? Laat het hieronder weten. En dan hoop ik je volgende week weer te zien bij een nieuwe vlog van Fysio Maaike. Of natuurlijk woensdag bij het Woensdag Wist Je Datje. Tot de volgende keer!